Welkom bij Cheap Advisor, een gierige serie waarin wij als supergierige boys tot het uiterste gaan om jullie van ontzettend gierig advies te voorzien. Cheers. Op de wc gepoept. We gaan geen uitdaging uit de weg en komen met twee gierige adviezen. Wie van ons wint deze battle? Dat bepaalt onze opdrachtgever. Dit is Cheap Advisor. Ik had het echt nooit verwacht van jullie, maar jullie hebben gewoon weer op onze video geklikt. Ongelooflijk. Het wordt steeds minder. Ja, wordt... Maar leuk dat je kijkt naar Cheap Advisor. Mocht je zelf nou een gierige wens hebben of advies nodig hebben, drop het gewoon even in de comments. En wie weet gaan we dat dus voor jou fixen. Volgende week dan. Want deze week hebben we al een video klaarstaan. Dat is namelijk de video met... Milo! Wacht, wie ben ik? Milan, toch? Dan blijf ik. Leuk dat je er bent. Ja, fijn. Je mag lekker bij mij in het team. Oh, dat is fijn. Ja, dat vind ik fijn. Ja, dat betekent dat wij een team zijn. Ja, dat hebben we één keer eerder gedaan. Toen zijn we onderuit gegaan. Maar goed, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is tijd om te horen wat de wens van deze week is. Ja. Hey Nout. Hey. Wat leuk dat jij om ons advies gaat vragen. We zijn heel erg benieuwd wat dat is. Ik ben al een tijdje vrijgezel. Nou ja, normaal ontmoet je misschien een meisje in de kroeg. Je zou kunnen daten via al die apps, maar ik vind dat gewoon niks. Het enige wat dan overblijft is met heel veel geld gaan zwaaien, maar ja, dat heb ik niet. Dus ik vroeg me af, kunnen jullie mij voorzien van twee gierige adviezen om indruk te maken op een meisje? Oké, dus als ik het goed begrijp, wil jij met zo min mogelijk geld indruk maken op een meisje, toch? Voor een date? Ja. Daar wil je advies voor hebben. Zijn er nog andere dingen waar we rekening mee moeten houden? De date mag €25 kosten. We moeten een activiteit gaan doen en moet minimaal 2 uur duren. Duidelijk. Top. Wij gaan even in beraad hoe we dit gaan aanpakken. Ja, helemaal goed. Ja. Een date dat 2 uur duurt met een activiteit. En hij wil vooral indruk maken, maar een activiteit is een date al, toch? Dat lijkt me wel. Ja, dat is een echt goede date. Ik denk serieus, als je een meisje dan date neemt, dan moet je er echt verrassen. Dus het moet een hele, hele originele locatie zijn met een romantisch randje. Wie gaat überhaupt de date doen? Jij bent comfortabel in je eigen programma, dus doe jij het maar gewoon. Ja? Of ja, of we moeten een... Hoe heet zo'n fiets? Dat je met z'n tweeën erop zit? Tandem, ja. Oh nee, dat vind ik vreselijk. Dat is super romantisch. Nog nooit gedaan. Nee? Nee. Ik ook niet. Dat lijkt me helemaal kut. Maar we hebben weinig geld. We hebben €25, dus we moeten wel zorgen dat de locatie uniek is, speciaal is. In deze coronatijd is dat moeilijk, want bijna alles is dicht. Ja. Dus we moeten met een goede smoes moeten we gewoon een vette locatie zien te vinden. En hoe ga je indruk maken dan? Ik heb laatst een documentaire gezien van Berlusconi. De helft van die documentaire was hij alleen maar aan het vertellen over de geweldige prestaties die hij heeft gehad. Nou, ik heb letterlijk mijn zwemdiploma, ouwe. Dus daar kan ik best mee gaan flexen. Ja, ik vind het een uitdaging. Leuk. Ja, ik denk dat vrouwen helemaal weg gaan smelten. Dit is gewoon een hele goede deal. Nou, dit wordt een fantastische date als je zo aankomt. Maar desondanks, een goede deal. Ja. Want €25 was budget. Dit kostte €17,50. Maar voor 3 uurtjes, dus het kan niet uitlopen als je snapt wat ik bedoel. Wat ga je nog meer doen? Ja, we hebben nu nog... Wat geld over? Hoeveel hebben we over? €7,50. Nou ja, die prijzenkast die ik van mijn zolder heb getrokken, die is gratis. Alleen heb ik nog even een klein picknickmandje nodig. Maar volgens mij kun je al Prosecco vanaf €2 halen bij een supermarkt, die heel goedkoop is. En ik zit in jouw oor. Dus ik ga jou vertellen wat je moet doen. En nu? Naar jouw huis. Oké, dankjewel. Gaan we doen. Hup. We hebben even contact gehad met een viewing point in Almere Buiten. Ja. Die weten dat we komen, mocht. Ja, maar we hebben wel een beetje gelogen. Ja. Ik denk dat we komen scouten om de locatie te bekijken voor een speelfilm. Ja. En wij zijn de regisseurs. Ja. En wij komen even de locatie proeven, even voelen. Maar het is een vet mooie locatie. Je moet het toch even proeven. Ja, en wij willen daar gewoon even ons diner hebben. Dus we hebben, wat wil je eten? Een burger? Ja, waar haal je nu even snel een kant-klare burger vandaan? Bij een wegrestaurantje. Wat heb je allemaal? Kleedjes? Even kijken. Dit weet ik niet. Dit is belangrijk. Toch, Niels? Wat is dit? Oh, dat is de beker. Ja. Die is belangrijk. Ja, street soccer toernooi. Ja. Tweede geworden. Diploma's, wat is dit? Diploma, dit is mijn diploma. Ik kan zonder speen. Nou, top. En dan deze nog. En dan wens ik je heel veel sterkte, ouwe. Ja, dankjewel. En we zien elkaar over 2 uur. Ja, is goed. Dit gaat wat worden, hoor, met die date.
Even kijken. Hallo? Hallo? Niels hier voor Florien. Ja. Oh, top. Hi. Nou, ik heb een tandem geregeld. Ja, moet ik sturen? Of wil jij voorop? Ja, we gaan het gewoon proberen, anders wisselen we gewoon. Hoop ik. Net dat hij zijn date heeft opgehaald. Het zag er minder awkward uit dan ik had gedacht dat het zou zijn. En waar gaat onze film over? Een typisch Nederlandse kut romcom. Ja, 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 dat is echt goed. Alles is verdriet. Verdronken in liefde. Dat is de titel van de film. Verdronken in liefde. Ja. Ja. En het gaat over een liefdesstel. Die heel veel drinken. En uiteindelijk drinkt een relatie met de fles. Ja. Het gaat over een relatie met de fles. Waar moeten we zijn? Daar, dat is het. Bij dat uitzichttorentje. Oké, okay. Romantisch wel. Ja. Mooie plek, hè? Bij de haven. Goedemiddag, Jacqueline. Goedemiddag. Aangenaam. Hey, je ziet er mooi uit al. Mooi over de haven, lekker Hollands. Dit is mijn collega, dit is Martijn. Goedendag, Martijn, co-regisseur. Ja, dit is top. Het is maar lekker pittoresk. Ja, zeker. Het is natuurlijk wel mooi om van daar aan te schieten. Ik ben alleen een beetje bang dat het tafeltje misschien een beetje klein is. Ja, alles is klein hier. Ja, maar wij kunnen een andere tafel hier neerzetten. Dit kan je wel met groter laten lijken. Hoe voelt het? Hoe voelt dit? Ik... Moet je de locatie even proeven? Vindt u het goed als ik attributen... Zeg maar, we hebben... hier is een wijnscène. Mag ik de locatie proeven? Klinkt misschien een beetje gek, artistiek. Proef hoe het voelt. Nu? Ja? Nou, ik heb straks gasten. Dus we maken het niets meer. Netjes. Ja, nee, we maken het niets meer. En ik had twee glazen bij me. Sorry? Die mos, hè? Nee. Het houden we netjes in stand. En je moet het voelen. Proost. Oké, ben ik dan nu... Cheers. Cheers. Mag ik even voelen hoe het is om met z'n tweetjes... Ja, klinkt misschien gek, maar met z'n tweetjes hier te zijn? Ja. Wil je dat ik helemaal naar beneden ga? Nee, ja, maar wat u fijn vindt hoor, maar gewoon voelen als we... Ga ik hier... naar het balkon, goed? Ja, helemaal goed. Dan kunnen we een beetje ontdekken. Even met z'n tweeën. Ik zeg cheers. Cheers. Hoppa. Nou, vertel eens wat over jezelf. Oh jeetje, lekker overgaan. Ja, heel kut hè? Nee, dat mag wel specifieker. Wat is je allergrootste prestatie ooit? Wat is die bij jou? Even denken, ja, ik heb best wel veel grote prestaties eigenlijk. Ik heb net ook wat spullen opgehaald. Ik dacht, nou, we doen even een kleine memory lane. Ik vond deze in één keer. Street Soccer Toernooi. Oh joh. Tweede prijs. Ja, wat moet ik er vertellen? Nou, voor mijn bekers ook nog. Heb jij bekers? Deze heb je dan met je hele team, toch? Street Soccer doe je maar met één iemand anders. Nou ja, ik heb ook grasvoetbal gedaan. Even kijken. Was ik ook wel vrij aardig goed in, moet ik zeggen. Nou, dit is dan de derde prijs. Drie Turven Toernooi. In Soest. Maar volgens mij gaat het wel goed. Zo te horen gaat het goed. Kom eens naast zitten. Zo. Oh ja, dit is romantisch. Ik krijg er honger van. Ja. Nou, geef mij nog een burger. Dit wil je wel even proeven, toch? Mm-hmm. Ah ja. Ik heb nog voor jou meegenomen. Alsjeblieft. Ik moet het bestellen.
Even kijken. Lekker. Dit is bedoeld, lekker. Ja, ik ben ook blij dat ik een studie heb gedaan. Welke studie heb je gedaan? Heb je alles meegenomen? Ik heb wel... Kijk, de zwemdiploma's ook. Oh ja, ja die... Ja, ja ik wil... Dat was, ik heb... Nee, deze. Ik heb op de wc gepoept. Is dit ook iets waar je nu nog steeds in bent? Ik ben wel een vervent poeper, ja. Ja. Kijk, is nu de diploma's erbij aan het pakken. Ik weet niet of ze daarvan onder de indruk is. Nou, ik heb ook een cijferlijst, dus neem die maar even door. Dus, nou deze, mocht ooit jouw fetus loszitten, dan fix ik dat. En, ja, dit is echt waar, dit kan ik ook. Oh, wow. Op een eenwieler. Maar heb je die meegenomen? Die heb ik niet meegenomen, die eenwieler. Probeer een selfie te maken met haar en de beker. Zo van leuke eerste date. Het is wel wat als ik het zo allemaal bij elkaar zie. Hoe voel je als je het zo ziet? Nou, ik zou er eigenlijk even een fotootje van willen maken. Zullen we een selfietje? Kijk hoor, zo. Met alle bekers. Jij moet even zo doen van wow, ongelooflijk. Oh, ja. Wow. Wat een prestatie. Hoe krijg je dit voor elkaar? Elke vrouw wil jou, Niels. Ik snap dat je onder de indruk bent van de prijzenkast, maar stel dat ik nog een beker zou moeten winnen. Welke zou ik dan moeten winnen? Nou, eigenlijk hoe je het snelst een rondje om dit park heen kan rijden. Misschien dat je dat nu ook kan laten zien. En wanneer win ik de eerste prijs? Binnen hoeveel seconden? Binnen 3 minuten. Binnen 3 minuten? Ja. Oké, zet de timer maar aan. 1, 2, 3, start. Ben je onder de indruk nu van deze locatie? Ik ben wel onder de indruk, ja. Zeg maar, stel, ik ben nu heel erg aan het inbeelden. Hè. Stel, ik ben nu met een vrouw, dan zou ik, en ik zou dit geregeld hebben, dan zou ik best wel geïmponeerd zijn. Dan zou ik hier wel echt zitten van, wauw, zou een vrouw niet zomaar hebben bedacht dat je dit regelt? En een beetje gevoel te krijgen dat ik een beetje in balie wordt genomen hier. Maar kan er waar liggen? Jullie autoalarm is ook afgegaan. Maar ik zie inderdaad wel je, de autoalarm afgaan. Ja, dit is de feeling. Dit is het diner wat ze... Maar dat is mijn auto, ja. Zal ik even kijken wat er met een wissel aan is? Mm-hmm. Oké, kom je hieruit? Nee, met de trap. Zijn niet in de auto geweest? Nee, volgens mij niet. Oké. Okay. Sorry Joost, ik kan het niet meer aan. Ik ga dit toch wel even gebruiken om hier weg te komen. Ik ga hem hier. Joost, ik wil hier weg. Oké, ik neem hem mee. Ik kom eraan. Ik heb even wat beelden geschoten. Ik had al wat foto's. Is goed. Zie je zo. Oh, sorry Joost. Ik kan het niet meer aan. Wat is dat? Goed op voor die beker. Ja, hebben we? Toch ineens een bekertje. Zie je hoe gedreven ik ben? Ja, de afgekasting. Ik ben helemaal gek. Ja. Oh my god, ik zie een eenwieler. Dit is geen grap. Ja, nu moet je. Nu moet ik. Ja? Mag ik jou wat vragen? Hey man, ik heb... ja, klopt ja. Milan, kom. Ja, wat's up? Zou ik op de eenwieler even mogen? Ja, sure, doe je ding. Oh, top man. Ik moet daarheen. We gaan het even doen. Het is wel een tijdje terug hoor. Even kijken. Dan zo... Ja, recht naar voren. Rug recht. Moet ik je vasthouden anders? Ingaan. Oh. Goed zo, Niels. Wacht eens.
Ja, ik had een ander model. Je moet hem even maken, want hij is kapot. Nee, hij is niet kapot. Hij heeft echt een zo'n klein kindermodel. Ja. Daar kun je niks mee. Nee, dat Vraag sowieso niet aan jou. Nee. Nee, dat geloof ik. Ja, ik moest testen eigenlijk vandaag of mijn prestaties van enig belang waren. En dat doe ik voor een programma. Er staat ook een camera achter. Dus ik heb al mijn diploma's uit de kast getrokken. Mijn week. Hey Niels. Hey. Dit is Milan Knol, de vlogger. Hi. Heeft hij een beetje indruk op je kunnen maken? Ja, zoals ik al zei, deze iets veel maar. Ja? Ze vond bij deze prijs, zei ze, ja, maar nu begin je stoer te doen. Yo! Hey! Hey, Nout! Hey! Ben jij klaar om het advies van je leven aan te horen? Helemaal. Nou, Milan, vertel. Ja, Niels is net op date geweest en het was fantastisch. Hij probeerde indruk te maken door zijn vetenstrikdiploma te laten zien, zijn zwemdiploma. Hij had bekers meegenomen. En uiteraard met het geld een paar hapjes, weet je wel, goedkope prosecco. En dat is goed gegaan, toch? Ja. Oké, nou, cool. Wij dachten, blijf lekker bij jezelf. Wees gewoon jezelf, pats niet. Maar zorg dat de locatie speciaal en romantisch is. Ja, echt daarmee, uniek. Ja, daarmee moet je indruk wekken. Dus wij dachten, een locatie waar je niet al te vaak komt, of niet zomaar. Wat normaal wel veel geld is, maar dit keer dus met heel weinig budget. En dat is in een vuurtoren bij een haven. Prachtig uitzicht, heel romantisch. En wij hebben daar gewoon met z'n tweeën gegeten. We hebben een romantisch champagne gedronken om even te laten zien dat het daar kon. En er is alleen één probleem. We konden er niet 2 uur lang daten. Maar voor de rest was het top. Heel romantisch. Martijn was onder de indruk. Ja, we zijn onder de indruk. Hou ons uit deze spanning. Hoeveel sterren geef je het advies van Niels en Milan? Ja, nou ja, het toeval wil dat ik 15 zwemdiploma's heb, dus dat kan alleen maar indruk zijn. Dus dat worden toch 5 sterren, denk ik. 5 van de 5! Ja. Lekker. Oké, chill, top. Ja. Top, ik mag jou nou. Ik ben wel tevreden hierover. En Joost en Martijn? Toch een beetje cliché. Ik ga toch voor 4 voor jullie. Sorry. Ja, dan ga je altijd ongelukkig blijven in liefde. Ja. Oh, is meteen weer slechte verbinding. Ja, tuurlijk. Opgangen. Ja. Hey, ja, maar dit is top, man. Ja, dit is top. Heb je echt goed gedaan? Nee, ik heb het wel goed gedaan. Ja, dat zeg ik ook. Heb het wel goed gedaan. Ja. Maar jij hebt het vooral goed gedaan. Nee. Want jij hebt de ballen om gewoon het even te doen. Ja, maar we hebben het gewoon goed gefixt. De tandem was een goed idee. We hebben lekkere boodschappen gehaald. Ja. We hebben gewoon terecht gewonnen. Sluit jij de Gierigastenvideo af? Nou ja, zou ik dat niet doen? Jawel, jij hebt pas wel een goede reden waarom mensen moeten liken en abonneren. Dikke vette pies, doei! Kid! Hey Niels en Joost. Hey, ik kom dus net terug van mijn eerste date en dat was eigenlijk best wel gezellig. Ja, totdat ik 15 zwemdiploma's uit mijn tas haalde. Toen vond ze me ineens een freak en hield ze helemaal niet van zwemmen. Heel raar. In elk geval, dit gaat de volgende keer sowieso werken. Later!